Hallo Riesje vrienden, hoe is het daar? Hier is het goed. Wat zit er om doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Kijk, ik doe het even anders dan normaal. Ja, we moeten een beetje variëren. Het is geloof ik de 90ste. Het is geloof ik de 90ste al. Bijna 100. Dat gaan we vieren. Misschien moet ik er wel eens mee ophouden. Nee hoor. Wat zit er nou onder het doosje? Wat heeft Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Een blikje drinken. Ach, gadverdamme. Iced tea. Arizona iced tea. We hebben hier green tea met honing. Nou, hartstikke leuk. Groene thee met honing. We hebben hier iced tea met persiken. En we hebben hier cowboy cocktail watermeloen. Cowboy cocktail watermeloen? Is dat dan geen iced tea? Whatever. Lijkt me allemaal niks. Deze bende kan je dus kopen in alle supermarkten in Nederland, zo'n beetje. Volgens mij zelfs bij de Action dat je troep. Ja, ze hebben dus hun best gedaan op het blikje. Dat is duidelijk. Hartstikke leuk gedaan. Verschrikkelijk leuk gedaan. Goh. Leuk hoor. Laten we gaan proeven, want de blikken Arizona, die staan hier niet voor niks. We hebben glaasjes. Hoppatee. Laten we eens eventjes gaan kijken wat erin zit. Green tea honey. Eens even kijken, hoopsie, floepsie, floepsie. En dat heeft de kleur van ochtendurine. Ook leuk. Er zal peach natuurlijk wel een beetje chemisch oranje zijn. Nee, dat is de ochtendurine van iemand die net even te veel heeft gedronken. Watermeloen mag toch wel rood zijn, of ben ik nou gek? Roze. Hartstikke leuk. Maar dit is nog steeds geen iced tea. Prima. Ik heb er trek in. Nee, ik heb er geen trek in, dat klopt. De iced tea met honey. Oh, heerlijk. Er zit dus geen prik in. Het smaakt naar smakeloze thee. Is ook niet zo gek, want het is iced tea. Maar je hebt thee en thee. En deze thee is zeg maar een theezakje die er vloep vloep in gegaan is. Zo vloep vloep. Dus dat het niet heeft getrokken. Dat het alleen een beetje de kleur heeft gemaakt. Smaakt helemaal naar Maconico. Dit is gewoon ja, een beetje honing. Een beetje honingwater. Honingwater in een leuk blikje. Het smaakt helemaal naar niks. Waterige thee met een druppel honing. Nou, nou, poppel, hartstikke leuk. Niet dus. De peach iced tea is natuurlijk persik iced tea. Ja, wat kan je ervan verwachten? Slecht getrokken thee, alleen dan met een spuitje chemische persiek erin. Ja. Zo ruikt het al. Overigens is de geur van chemische persiek eigenlijk meer van de persikenpit dan van de persikvlees. Vruchtvlees. Vies woord trouwens. Want het ruikt gewoon als een bittere pit. Het smaakt niet vies. Bok in bok zoet. Het heeft niets meer van met thee te maken. Dus het is eigenlijk koud water met, peach drank. Kijk, er zit dus 0,1% peach zit er dus in. Dus water, suiker, 0,1% peach en 0,14% thee. Suikerwater dus. Iced tea met 0,14% thee. Oh, in deze iced tea zit 0,12% groene thee. Het is gewoon suikerwater. Oh, dat vind ik wel grappig. Dit is dus watermeloendrank. Dus hier is iced tea. Van hetzelfde merk Arizona. En er zit dus 1% watermeloen in. 1% hè. En, maar ook 1% mango. En 0,5% pineapple. 0,5% kiwi. En 0,01% kers. Dus watermeloendrank, waar net zoveel mango als watermeloen in zit. En er zitten ook nog ananas en kiwi in. Ik snap hier helemaal geen ene moe van. Komt ie. Smaakt ook helemaal niet naar watermeloen. Smaakt eigenlijk gewoon naar gezoet water. Cowboy cocktail. Nou, er is geen cowboy in deze wereld. Zelfs niet die boy van de Brokeback Mountain. Die deze laffe troep drinken, kan ik je vertellen. Het is slecht aangemaakte limonade. En overigens had het gewoon in die iced tea range kunnen passen. Want
Of je hier nou 0,12% thee in flikkert of niet, dat verschil proef je niet, hè? Ik heb een ongelofelijke hekel aan energiedranken, zoals jullie weten. Ik vind het namelijk vergif en niet goed voor de kinderen. Dit is eigenlijk helemaal niks anders. Dit is gewoon water met suiker, water met suiker, water met suiker. Druppeltje honing, nauwelijks thee. Druppeltje persik, concentraat, nauwelijks thee. En dit moet dan voor watermeloen doorgaan, maar het smaakt eigenlijk gewoon naar goedkope aanmaaklimonade. Waar iemand dus net even te weinig van erin heeft geschonken. Het is verschrikkelijk. Tijd voor de cijfertjes, want ook bagger verdient een cijfertje bij Jans Reviews. Deze vind ik schrikbarend. Dit gaat dus, dit smaakt, nou ja, water met ergens een beetje honing. Deze krijgt een 2. Deze wordt niet veel hoger, de peach. Want de tea honey, dat was verschrikkelijk. Maar de peach is ook gewoon verschrikkelijk. Je merkt nergens dat het überhaupt iced tea is. En dat spuitje chemische persik, ja, heeft het wel opgezoet. En daardoor is het wat smaakvoller dan dit glas niet zeggendheid. Maar het is nog steeds bagger, dus die krijgt van mij een 4. De watermeloenendrank is eigenlijk helemaal triest. Want er zit eigenlijk helemaal niet zoveel watermeloen in. Er zit net zoveel mango in. Er zit kiwi in. Er zit kers zit erin. En het smaakt allemaal naar niks. En dat is knap. Dus je maakt een 0,5 liter, want deze is ook veel groter dan die andere blikken. Een 0,5 liter... slecht aangemaakte limonade, wat niet smaakt naar hetgeen wat op het plaatje en op de naam staat. En het is verdrietig. Ik kan er niks van maken. Deze krijgt van mij een 3. Koop Arizona blikjes niet. Het is verschrikkelijk. Zonde van je geld. Je kan beter een slok water nemen en een hap suiker. Beter ook. Verschrikkelijk. Nou, die moet je niet kopen. Gadverdamme. Wat een chemische bagger. Woe.